En om die solidariteit te voelen en het gevoel dat we allemaal in hetzelfde zinkende bootje zitten. En ik denk dat dat is wat we nog moeten duidelijk maken aan de mensen die hier vandaag niet zijn of dat het niet goed begrijpen waarvoor dat een vakbond staat, waarvoor dat bepaalde organisaties staan die wel die rol oppakken in dat verbindende. Ik wil bijvoorbeeld ook praten voor de zelfstandigen. Voor de bakker, voor de BNA'er, voor de groenteboer die dat geen vakbond hebben. En die dat maar zitten te werken en die hun facturen ook hebben zien voor 3, 4, 5 dubbelen. Wat proberen wij te doen met Troy is te veel? Wij proberen al die verschillende organisaties, al die verschillende stemmen, al die verschillende neuzen, die toch in dezelfde richting wijzen, om die te verenigen. Want als we allemaal apart op ons eigen straatsteentje bezig zijn, tuurlijk kunnen we van ons kloten maken, maar als we dat allemaal samen doen, dan zijn we met heel veel. Maar echt met heel veel. Dus ik roep eigenlijk op aan iedereen om de 4 december te communiceren in hun bedrijf, op hun Facebook, in hun WhatsApp-groepjes van wie gaat er de zondag mee petanken. 4 december, allemaal samen naar Brussel. Ik zal zien dat er een hapje en een drankje is, ik weet niet voor iedereen. Maar voilà, dat is waar ik voor oproep. 15.000? Nou, ik schat 50.000. Ja.